Zo zag het dak er afgelopen weekeinde nog uit. En zo is het nu. Dirk Kurtzweg heeft het dak van zijn woning aan de Granietstraat laten inpakken met zwart zeil. En niet alleen aan de voorkant. Kurtzweg wil over de actie voor de camera niets zeggen en laat het woord over aan medestander en politicus Joop van Orsouw van Beter Os. Hij wil zo min mogelijk in de publiciteit komen en dat, nou goed, dan doe ik het maar. Is dat logisch, een politicus die voor een burger opkomt op deze manier? Ik ben een politicus die voor burgers opkomt en dat doe ik nu, dat deed ik in het verleden en dat zal ik in de toekomst blijven doen, ook al wat iedereen er ook van zegt. De actie van Kurtzweg wordt door de gemeente Os niet gewaardeerd. Voor 1 mei moest hij zijn groene dak hebben overgeschilderd. Dit omdat groen niet is toegestaan in Os. Het zeil is volgens burgemeester Wobine Buijs geen oplossing in deze zaak. Er is volgens haar nog altijd sprake van een overtreding. De gemeente vroeg om een zwart dak. Nou, de gemeente heeft een zwart dak. En dan moeten ze maar met argumenten komen. Kijk, en ik geef ook hiermee de burgemeester de kans om haar warme kant te laten zien. Na de vergadering van de gemeenteraad kwamen ze naar de bewoner toe. En zei ze, als ik u nog ergens mee kan helpen, dan doe ik dat ook graag hoor. Dan denk ik van, nou, hier heb je de kans. Laat maar eens zien dat je ook een warme kant hebt. De burgemeester kon woensdag niet voor de camera reageren. Kurtzweg betaalde het zeil overigens niet zelf. De inwoner van de Granietstraat zegt daar het geld niet voor te hebben. Hij kreeg financiële steun van ondernemer Bob Vink. Ja, rond de 1500 euro, maar goed, dat is niet zo belangrijk. Nee, want de gemeente heeft ook gezegd van ja, leuke actie, maar we gaan goed door met het plan dat we hebben. We gaan het handhaven, dus ja, dat is eigenlijk dan weggegooid geld. Ja, goed, maar ik zou het dan jammer vinden, want ik vind dat ze een keer de gedachte andersom moeten zetten. Om eens de burger met de gemeente eens een keer samen te werken en te zorgen dat als dingen in de toekomst wel kunnen, dat ze een burger daarmee moeten helpen. En niet altijd maar in dat stoeltje gaan zitten en te zeggen van wat ze willen en de mening opdrukken. De gemeente is dus niet onder de indruk van de actie. Kurtzweg moest voor woensdag het dak hebben overgeschilderd en heeft dat dus niet gedaan. Hij krijgt nu een boete van 6000 euro. Dit zal in een officiële brief van de gemeente nogmaals duidelijk worden gemaakt. Kurtzweg heeft de kans binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de hoogte van de boete. De gemeente moet daar dan weer binnen 12 weken op reageren. Het dak zal er voorlopig dus nog wel zo bij blijven liggen.